Hallo, welkom bij Startrock. Ik ben Bart. Vandaag wil ik je een speciaal gitaartje tonen. Die vond ik te leuk om te laten liggen. Om geen video van te maken. Dit is een gitaar van het merk Grasson. Grasson. Het is oké, test het. Ik wil dit gewoon even laten horen. Er mist een snaar. Dat is hier binnengekomen van een... Van een leerling van mij. Zijn pa had dat nog liggen. En dat was een horrible shape. Nu speelt hij alweer een beetje. Nu, ik ga dat volledig in orde zetten. De Drusrod cover mist hier wel. Dat is niet zo erg om hem weer speelbaar te maken. Maar kijk, dus de frets zijn volledig verkleurd. Het fretbord is massas droog. Ik ga nog close-up shots maken. Maar waarom vind ik het speciaal genoeg om er een video van te maken? Ten eerste omdat hij heel goed in de hand voelt. En omdat ik het altijd een uitdaging vind om een gitaar die eerst blijkt van een heel slechte gitaar te zijn, om die toch zo goed als mogelijk te proberen laten klinken en vooral ook spelen. Eerst leek dat onmogelijk totdat we hier die brug dingetjes, die brugvijzen hier ontdekten. Allee, we, toen dat ik eigenlijk die brugvijzen ontdekte, dit is wel degelijk een verstelbare brug in hoogte. Dus als je hier aan draait, aan die twee, dan komt die brug omhoog en naar beneden. Super bizar. Oké, ik heb net hier, zoals je ziet, met de prep en cleaner, ik heb dat niet gefilmd, maar ik heb hem wel eerst gekuist en geprepareerd. Dan hier zie je, nu ben ik bezig met de lemon oil. Aan het proper aan het invrijven. Ik probeer altijd heel... Ik probeer altijd heel accuraat, heel precies die lemon oil ervan tussen te wrijven, zodat er niet te veel overblijft, dat die goed indringt en rap kan drogen. Nu ben ik de body aan het kuisen. Ah, by the way, de kleur van de gitaar komt echt extreem raar over op beeld. Ah, nu is het beter, maar ja, in het echt ziet hij er wel beter uit. De snaren die ik erop gelegd heb, zijn goedkope snaren dat ik nog liggen had. De klant zelf vroeg ook om het niet te duur te maken. Allee, of om als het kon van in budget te blijven. Dus die snaren had ik nog liggen. Dus ik heb deze gebruikt. En dat werkte perfect. Het zijn geen slechte snaren, zeker niet. Maar het zijn heel goedkope. Waarvan dat nog een pakje liggen had. Dus ik heb al dat gebruikt. Snaren nu aan het opleggen. Ik miste ook nog een E-snaar vanuit dat pakje. Dus die heb ik dan wel nog ergens in mijn schof eentje gevonden. Die daarbij paste. Die perfect werkte. Moest je het niet weten dat van een ander merk is. Of van een andere soort of whatever. Je zult het nooit niet voelen. Voilà. Laatste snaar, G-snaar erop. Ik gebruik nu tegenwoordig ook altijd mijn boormachine met zo'n speciaal stukje om snaren heel snel op te draaien. Super handig. Ik werk ook altijd op de grond. Ik vind dat het makkelijkst op het tapijt wel te verstaan. Ik vind dat makkelijkst gewoon. De gitaar kan niet vallen. En als die valt, is het op tapijt en van niet hoog. Nu ben ik hem vlug aan het stemmen.
voilà, even allemaal testen met bepaalde akkoorden. En dan nu een kort demootje. Gitaar geworden. Ja, het kapje ontbreekt hier. De klant heeft die zelf nog, denk ik. Even stembakje eraf. Hoe cool is die gitaar geworden? Ziet er toch wel dust keren beter uit. En klinkt ook veel beter. Waarom vind ik zo'n gitaartjes echt super tof om te doen? Is dat nu de beste gitaar ooit geworden? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar wat dat er daar zo tof aan is, is dat ik van een gitaar die er relatief slecht uitzag, een speelbare gitaar heb gemaakt. En dat doe ik super graag. Van iets goedkoop, iets speelbaar maken. Is de action perfect? Nee, niet perfect. Van, heeft de gitaar eigenlijk een fretlevel nodig? Ja, eigenlijk heeft die een fretlevel nodig. Maar is dat de moeite op zo'n cheap gitaar? Denk het niet. Is dat de perfecte brug? Nee, zeker niet. Wat is er superhandig aan die brug? Dat je hem kan verhogen en verlagen. Superhandig. Is dat de perfecte nut? Nee, zeker niet. Zijn dat perfecte frets? Nee. Is dat een goed fretbord? Waaah! Ça va. Dat is eigenlijk vind ik hem... Ik vind hem nog redelijk mooi. Je is zeker niet perfect afgewerkt, maar... Allee. Dat ziet er toch niet slecht uit. Vind ik. Dus ja, zijn dat perfecte tuners? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dus conclusie opnieuw. Van een slechte gitaar kan je altijd een bespeelbare gitaar maken. Of toch in zekere mate. Mensen vragen mij super vaak. Leerlingen vragen mij super vaak. Ja, ken je nog zo'n oude gitaar? Is dat nog de moeite om hem in orde te zetten? En ik heb altijd zoiets van... Ja, voor mij persoonlijk is het altijd de moeite. Natuurlijk, als je nek gebroken is of er is iets zeer ernstig, ja, en er zijn heel veel kosten aan, dat is iets anders. Maar ik vind het op zich altijd de moeite om werk en gitaar te spelen
om werk en gitaar te steken om mij goed te doen spelen. Dus ik zeg dan altijd datzelfde verhaal. Goedkope gitaar met een gewone setup, nieuwe snaren en al de rest die erbij hoort. Maakt een goede gitaar. Ik denk de klant zelf, de leerling in kwestie, is een jongetje van 13. En zijn pa had dat nog liggen. En de jong zelf is niet super groot. En zijn elektrische gitaar is nog net dat tikkeltje te groot. Dus dat zal hier super goed voor hem uitkomen. Je had er veel beter aan kunnen hier. Ook, by the way, een 0 fret zie je ook niet veel. Ik vind dat heel tof, een 0 fret. Goed, heb je zelf een gitaar dat in orde moet gezet worden? Dan mag je mij altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. Volg mij daar ook. Je kan surfen naar de website www.startrock.be als je zelf gitaarles wil. Of mij een e-mail sturen, bart@startrock.be. Please like, abonneer en share. Ik zou zeggen, veel succes mee en tot de volgende. Yo! Oh ja, by the way, nog even dat. Check wat een schat in zakje. Kijk uit. Super grappig. Ja, maakt niet uit. Yo.